Annelies, hier zijn we voor de camera. De Lieven is meegekomen, die staat daarachter. Die houdt het allemaal in de gaten, hè. Niet hard wiebelen, hè, want dat gaat beeld en zo van alles. We zijn in Huisperkes. Ja, maar we zitten stil, hè. In Huisperkes in Oosterlo, dus vlak tegen Geel, hè. Ja. Ik ga direct al van alles vragen, hè. Annelies, wat is Huisperkes? Wel, we zijn een huis waar mensen met dementie wonen. En wij gaan ervan uit, wij gaan niet uit van wat mensen niet meer kunnen, maar wat ze nog wel kunnen. Dus wij proberen echt zo lang mogelijk alle mogelijkheden dat mensen met dementie hebben, van die volop te benutten. Ja. Josine zie ik bijvoorbeeld strijken. Ja. Jolande die strijkt ook heel graag. Ik koken ook zelf en mensen helpen daar dan ook mee. Ja, we zijn er die de tafel afruimen en de napjes op de tafel leggen. En dat is nog eigenlijk heel autonoom, dat ze dat thuis deden. Ja. Dus dat is goed. Maar nu is er een gebrek toch, mag ik dat zeggen, aan personeel van mensen die willen komen werken hier. Dat is zo. Dus wij zijn altijd op zoek naar mensen, hè. Vooral die de competenties hebben om met mensen met dementie om te gaan. En wat moeten die kunnen dan eigenlijk als kwaliteit hebben? Goed luisteren. Ja, denk ik ook. Hoe mensen kunnen vasthouden. Ja. Er zijn hun, mensen, ja. Dus de persoonlijkheid, dat is eigenlijk veel belangrijker, denk ik, hier, ja. In zo'n huis, dan bijvoorbeeld, ja, ik ben verpleegster en ik heb 3 dikke diploma's. Persoonlijkheid is belangrijk. Dat zou natuurlijk ook belangrijk zijn, maar het is toch wel heel goed dat je goed met mensen, met de mensen kan omgaan. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. En nu we toch bezig zijn, er is een probleem met dat de subsidiering. Dat brengt het schoentje, ja. Leg dat maar eens strap uit. Dat schoentje brengt. Dat schoentje brengt. Volgens het RISIF moeten we dus een aantal verpleegkundigen hebben. En wij hebben er te weinig. En daardoor krijgen wij minder subsidies. Ja, vinden we het ook een beetje gek, hè? Ja, eigenlijk wel. Want het is niet zo belangrijk dat je een spuitje kunt zetten, maar wel je persoonlijkheid is belangrijk. Ja. Dus, wat moet er dan eigenlijk gebeuren? Ik denk, weet je wat, Annelies, wacht, dat zeggen, hè, je mag ook zelfs antwoorden. Ik denk dat het beste is dat de beleidsmensen, ze moeten niet allemaal komen, want er is misschien een hele bus, een bakspen naar hier komt en eens kijkt hoe dat hier werkt en wat er nodig is. Is dat niet het beste? Het is echt komen meeleven en meewerken en dan zien ze wat dat de nood is. Wat de nood is. En dan voelen ze ook hoe goed dat is bij iemand gaan bijzitten en luisteren. Dat hier, dat spel dat is hier helemaal, nee, dat spel dat zeg ik nu al lachen, maar dat hele spel is hier ingepakt in een groot, magnifiek breiwerk. Dus hier wordt nogal wat afgebreid. Hier wordt serieus wat afgebreid. Dus wol is altijd welkom en ook mensen die komen breien. Wij, 2 keer per maand komen wij samen met de bewoners en familie en vrijwilligers. Ja. En wie zin heeft om mee te breien, is welkom. En ik heb ook al kinderen gezien van de Frenesschool. Die komen ook mee breien. Hè. Dat is wel een ambiance. Hier. Maar goed, dus als iemand daar zin in heeft, dan zijn ik er weg thuis ook. Of je hebt daar toch wol liggen dat je zegt, niemand wil die wol. Je kinderen willen die wol niet. Hè. Dus kom daar mee naar hier. En dan, nu dat we toch bezig zijn, want nu zijn we gelanceerd, hè, zoals ze zeggen. Binnen een paar weken komen hier 2 weefgetouwen. Ja, en dan gaan we ook weven. Ja. Dus mensen die altijd al hebben willen leren weven, het is het moment. We gaan workshops organiseren en ook daar is iedereen welkom. Ja, en ik denk dat voor Perkes is dat goed, voor de bewoners is dat goed, voor u is dat goed. Want ja. Je gaat uw breitechnieken kunnen doorgeven, of je gaat er misschien komt hier iemand, een Louisa die enorm goed kan breien. We gaan er nog van alles bij leren. En de beleidsmensen gaan dat eens met eigen ogen zien. Dus alles komt goed. Daar gaan we vanuit. Ja, daar gaan we vanuit en dan gaan we nu de koffie drinken. Alles. Wat denk je? Dat was de goeie, hè? Dat was de max.